Take 1. Yes. Ja. Oké. Okay. Ik ben Melissa Teuns, 31 jaar en ik werk bij De Jaren. Eind 2009, toen kreeg ik een hersentumor. 2014 nog een keer, precies hetzelfde. Mijn rechterdeel van mijn lichaam, zeg maar, daar ben ik niet meer zo goed in. Ik ben Jochem van den Hende. Ik ben haar service manager voor Jaren in Nederland. Het was de eerste maal dat we een externe persoon met een medisch probleem, met een beperking, hier proberen te reïntegreren in de sluiskil. Binnen de afdeling zelf en binnen het team hebben we eerst goed uitgesproken van kijk, zien we het zitten. Zijn er mogelijke taken die we speciaal kunnen reserveren? Iedere dag heb ik wat te doen en ik vind het werk ook leuk. Routine in het leven eigenlijk. Melissa die geeft zoveel goesting om te werken. Die geeft zoveel arbeidsvreugde dat hij echt een voorbeeld is voor alle andere collega's in het team. Ik wil graag dingen goed doen en als het iets niet goed is, dan doe ik het opnieuw tot het perfect is. Langzamerhand hebben we haar de mogelijkheid gegeven om haar competenties uit te breiden. En heeft ze eigenlijk de kans gegrepen om taken aan te leren, taken bij te leren. En als ze kijkt hoe ze was in het begin en nu, dan is het een wereld van verschil. De boodschap is vrij simpel, gewoon doen.